In 1650 was Nieuw Amsterdam een nogal armoedige bende. Dat fort verkeerde echt in een deplorabele staat en er was geen geld om het te repareren. En toen in 1652 ook nog eens de Eerste Engelse Oorlog uitbrak tussen de Republiek en de Engelsen, toen werden al die koloniën van de Engelsen die hier in de buurt lagen, werden een directe bedreiging voor Nieuw Amsterdam. En de nieuwe leider, Peter Stuyvesant, die gaf opdracht tot de aanleg van een verdedigingswerk. En het werd een muur. Hier legde hij die aan. Wall Street. Een wal. Van de Hudson tot de Oostrivier. Kijk, hier kun je zien hoe dat eruit zag. Een muur die het hele eiland doormidden sneed. Die muur die hier stond, die was gemaakt van palen. 4 meter hoog, geslepen in een scherpe punt. En dan hadden ze er nog een borstwering tegen aangebouwd om het geheel wat sterker te maken. Het is allemaal verdwenen. Het enige wat er nog over is, is een tekeningetje. Later gemaakt, die een indruk geeft. Deze omgeving Wall Street is heel goed beschermd tegenwoordig. Overal staan roadblocks en politiemannen. Maar tegen de vijanden van vandaag, de roekeloze inhalige bankiers, de zwendelaars à la Madoff, daar helpt een houten muurtje niet tegen.